Zo, goedenavond. Ik log gelijk eventjes in op de computer, zodat ik kan zien wat jullie weer zien als ik live ga. Kan ik ook zien wie er gelijk ingelogd zijn? Of meekijken, laat ik het zo zeggen. Ja, ik heb mezelf weer gevonden, zie ik al. Zo, zet ik het geluid van de computer weer even uit. Kijk, ik zie alweer een gezellig clubje dames binnenkomen. Even kijken, wie zie ik allemaal? Kijk, ik zie Ine en Yvonne. En ik zie Karin en Ria. Andere Ria en Mirjam en Lydia. Volgens mij Magda, Ans, Christel, Annie. Annie vanaf de camping. Hoi hoi. Henriette, Sini, Willeke, Ineke, Claudia. Wat gezellig allemaal weer. Misschien kijken er al wat dames mee vanaf het vakantieadres. Dat kan natuurlijk, maar sowieso kan dat. Walburga zie ik al. Het is weer zondagavond, zo rond de klok van 7. Deze week ben ik op tijd, dames. En we mogen gezellig weer. Ik vind dat toch stiekem altijd wel een feestje, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, Hanny zie ik al inloggen en Lia en Anja en Jacqueline en Tom en Marlies. En Tatjana is erbij. Gezellig, dames. Oh, Mirjam heeft de vakantie er al op zitten, zegt ze. Oh, chips. Ja, wij hebben hem nog te goed. Deze week nog, volgende week nog. En dan de week, die zaterdag gaan we dan ook weg. 1 september. Dus, nog een paar dagjes. Ik ga het wel missen, denk ik. Maar ja, af en toe is het ook lekker om even helemaal niets te hebben en even bij te tanken. En ik neem natuurlijk wel wat knutselspulletjes mee op vakantie. Dus wie weet komen er dan weer leuke voorbeeldjes voorbij. En ik zal proberen misschien nog wat te maken of iets dergelijks. En dat nog even up te laden. Voor alle bestellingen geldt natuurlijk die geplaatst zijn in de webwinkel. Die vanaf volgende week donderdag binnenkomen. Als laatste verzend ik alles vrijdag. Dus wat je voor vrijdag besteld hebt gaat nog mee met de post. En daarna is alles wat binnenkomt, zodra ik weer terug ben, wordt het verzonden natuurlijk. Ja, er even tussenuit is ook echt heerlijk. Kijk, ik zie Annette al en Geraldine al. Wat een gezelligheid weer. Zo, we hebben weer een aardig clubje bij elkaar, zie ik al. Zo, even een slokje water erbij. Ben maar gestopt met de thee. De nieuwe serie Studio Light is binnengekomen. En deze keer, hoi Monique en hoi Sonja. En deze keer zijn het onder andere deze snijmallen. We hebben vorig jaar ook een serie snijmallen gehad van Studio Light, waarin Geraldine toen een hele mooie ik weet niet hoe ik dat moet noemen. Zo'n vierluik heeft gemaakt met zo'n doorkijk waar je alle dingen kon zien als je aan de voorkant van de kaart keek. Ik heb vanmiddag al lopen zoeken, maar ik weet niet waar ik hem zo heb neergelegd. Maar dat komt helemaal goed. Ga ik vast nog wel even erbij zoeken. Van deze is ook nog een ander modelletje. Het langwerpige, gewone doosje, kaartje, model. Maar ik was wel heel erg verliefd op de ster. En hij is bedoeld als een soort, hoe noem je dat? Fotolijstje, denk ik.
Zijn als stansje apart. 5 keer. En dat, dan zitten de vouwlijnen er ook gelijk in. En dat maak je, bevestig je dan op die punt. Zodat hij dan een soort lijstje, fotolijstje krijgt. Wat dus deze hoogte heeft. We zijn druk met de voorbeelden bezig daarvoor. Met deze zijn we ook met de voorbeelden bezig. En deze ga ik vanavond even wat mee laten zien. Ik weet dat Studio Light, die krijgt ook deze week. Hoi Leen en Trudy en Marian en Margriet en Angelica. Ik weet dat Studio Light ook deze week nog met een nieuwe collectie uitkomt voor de herfst. En volgens mij is dat dinsdag, woensdag is dat leverbaar zo'n beetje. Dus daar gaan we misschien zondag nog wel even wat leuke dingen mee laten zien. Maar vooralsnog deze nieuwe serie. Op de achterkant kan je ook zien, ik zal hem even iets dichterbij houden, hoe de afbeelding trapsgewijs gemaakt zou kunnen worden, hoe dat eruit ziet. Zal ik ook even hier laten zien. Met de ijsberen en de bergjes, met de sneeuwvlokken. En dit zijn van die basisdingen waarvan je echt volgens mij 101 mogelijkheden hebt om dat weer ergens bij te gebruiken. Dus ik heb meerdere dames zijn daarmee aan het werk gegaan. Ineke is wat voorbeelden aan het maken. Jacqueline is wat voorbeelden aan het maken daarvoor. En ik ben er zelf gisteren eventjes en vandaag even mee aan de slag geweest. Wat hebben we ervan gemaakt? Allereerst wilde ik deze even laten zien. Die heeft Jacqueline voor jullie gemaakt. Met het mooie papier van Scrap Boys. En dat is de Cotton Winter. Ik zal hem er heel even bij pakken. Ik heb mijn pak al opengemaakt natuurlijk. Ik zal even de voorkant laten zien. Dan zie je ook alle papiersoorten die erin zitten. Het zijn een beetje de lichtblauw. Bruin tinten. Prachtig om te verwerken. Met mooie afbeeldingen zit zo weer zo'n dijkhutvel helemaal erbij. Oh, dat is deze dan. Zodat je ook nog dingen leuk kan oppimpen, zeg maar. Erg mooi serie papier. Kijk, als je zo'n groot vel hebt. Ja, ik heb er dan een stukje uitgesneden. Oh, dat doet zozeer. Kijk eens hoe prachtig dat mooi als scrapbookpagina met wat leuke foto's of teksten. Echt heel, heel, heel gaaf papier. Ik heb hem ook in de webwinkel gezet, dames. En ik heb de set die ik vanavond ga gebruiken is deze. Wat ik al zei. Samen met een 30-30 vel. En staat in de webwinkel en dan krijg je er 5 basisvellen wit en 5 basisvellen kraftpapier bij. En die kosten van het wit en het basispapier kraft, die zijn voor mijn rekening als je dit als setje bestelt. Terug even naar het voorbeeld. Hier het mooie papier op gebruikt. Zit onderaan het papier zitten ook van die mooie teksten allemaal. En ze heeft hier uit de basis heeft ze zelf de ijsberen gehaald. En daarachter heeft ze nog een stukje papier geplakt. Met het gekleurde daarachter en daar weer bovenop de ijsbergen. Tevens is deze gemaakt met een sheet erachter. En hier wat effect voor sneeuw. En dat is een staande kaart. Dus erg leuk om hier dan een vaccinelampje tussen te doen. En dan gaat dit natuurlijk leuk verlicht worden. En ook weer dat mooie basispapier heeft ze daarvoor gebruikt. Het voorbeeldje wat ik voor jullie had gemaakt is deze. Met dezelfde mal als Jacqueline heeft gebruikt. En de basis is weer het papier van Scrap Boys. Ik heb even een tussenlaagje gedaan van het papier van het bruine scrapvel. En gewoon als basis wit papier. En ik heb het papier weer daar terug laten komen en heel eenvoudig dit gestanst. En met lijm en de laatste laag met foamblokjes opgepakt, plakt. En zo heb je toch een hele leuke doorkijkkaart. Ik zal hem even zo houden. Als hij dan open staat, zie je alsnog
het mooie framepje. Tekst er eventjes op gemaakt met een foamblokje zodat hij meebeweegt met de voorkant. Een heel leuk, simpel kaartje wat voor iedereen te doen is, ook voor de beginneling. Ik zal hem even stap voor stap met jullie doornemen. En dan komen hier van de week nog de voorbeelden van, dames. Ik zal hem even naast me neerleggen. We hebben bedacht, donderdagavond is hier een leuke workshop nog met de producten van Studio Light. En dat is met name met de drie die jullie net gezien hebben, deze drie. En we hebben het ontwerp al klaar. En ik zal hem heel snel even laten zien. Zo, niet gezien hè, dames. Daar gaan we nog verlichting in verwerken. Dus mocht je dat leuk vinden om daaraan mee te doen. Donderdagavond is de workshop nog voor twee personen. Volgens mij is er nog plaats. En anders is er zaterdagmorgen van 10 tot 12 nog plaats mogelijk. En zoals ik al zei, gaan we dan de hele kaart maken. Inclusief de inhoud en de verlichting die we erin gaan maken. En de kosten daarvan zijn 10 euro. En er zitten koffie en de thee en wat lekkers natuurlijk bij. Gaat een beetje om de gezelligheid. Zodat we met z'n allen lekker bezig blijven. Het begin van het papier heb ik gemaakt op volgens mij 13,5. En 2 keer 13,5 is 27. Dus we snijden hem op 27 af. Dan ril ik hem even in het midden op die 13,5. Ik heb me vanmiddag 3 keer vergist in het rillen en het snijmesje, dames. Maar volgens mij hebben jullie dat net zo. Dan is dit de basis van de kaart alweer. Ik vouw hem dan altijd eventjes nog met de hand dubbel. Op het zwarte, dan is het iets beter te zien. Dit is de basiskaart. En dan gaan we even kiezen uit het mooie papier wat voor velletjes we er bovenop gaan doen. We gaan natuurlijk niet helemaal dezelfde maken. Dit papier en die vind ik ook zo mooi. Ik zal hem even proberen te maken in een bruin tint. Dat is ook wel leuk. Oké, dit zijn die stripjes aan teksten, dames, die onderop zitten. Kan je gewoon lekker doorsnijden, ergens weer op gebruiken. Kijk, dit is een mooie bruin tint. Ik vind deze heel erg leuk. En deze. Er zit oorspronkelijk zitten daar volgens mij 12 of 13 vellen in, dames. Maar we hebben er natuurlijk al flink wat van gebruikt. Dus vandaar dat mijn pak niet meer helemaal heel is. En ik moet zeggen, ik vind het altijd lastig om in papier te knippen en te snijden. Maar, oh kijk eens. Ook zo mooi. Maar ja, als je het laat liggen is het ook zonde, denk ik dan maar. Daar gaan we wel weer dat kraftlaagje onder doen. Want dat vind ik toch stiekem wel heel erg mooi. En die moeten we even maken, 13-13. Er ligt er nog eentje hier en die is toevallig 13 bij 13. Top, dat scheelt weer snijden. Dus die maken we zo meteen bovenop de kaart. Daar hadden we hem. En dan moeten we even kijken, dan is dit papiertje denk ik wel leuk. Voor aan de voorkant of is die een beetje te druk, dames? Of is dit mooi? Iemand een voorkeur? Kies even, dames, wat wordt de voorkant van de kaart? Ik vind deze niet zo mooi. Ik vind die wel mooi. En die ook. Even kijken. Ja, we doen gewoon deze. Lekker druk. Vanavond mag dat. Ik zie Henriette die van ons zeggen de eerste. Dat is deze, hè, dames, denk ik.
En dan gebruiken we het muziek wel voor de binnenkant. Dan maak ik iedereen blij. Deze moeten we dan snijden op 12,5. Bij 12,5. En dan snijden we er gelijk eentje voor de binnenkant. En die doe ik zonder paspoortje, dus die wordt weer 13 bij 13. Vergissen jullie ook wel eens in de maten? Bij mij komt dat regelmatig voor, moet ik zeggen. Even kijken welke de kant de kaart open gaat. Ja. Dan wordt dit de basis aan de voorkant. Ja. Plakken we gelijk even op. Voor de dames die zich afvragen wat voor soort lijm dat is. Het is zo fantastisch. Kan je lekker snel mee werken. Ik hou er wel van. Het is gewoon een soort tape op een grote roller. En er zit volgens mij 25 meter in. En de navullingen zijn ook los verkrijgbaar. Dus deze komt zometeen hier bovenop. Hier gaan we de cirkel, de basis uitstansen. Dus dat is deze. Dus dan blijft er alleen van het hele drukke papier maar kleine stukjes over. Wat we gaan doen is deze gelijk hierop plakken. Doen we ook gewoon gelijk met tape. Moet er even rekening mee houden dat je natuurlijk niet aan de binnenkant, aan het middelste gedeelte tape of lijm doet. Omdat je dat dan toch weer uitstanst. En dan gaan we stansen. Ik heb altijd op mijn bureau een stukje tape van de schilder. Mijn man is schilder, dus vandaar ook de tape. Erg fijn, kan je gewoon verwijderen, maar zo blijft hij even liggen op het punt waar ik hem wil hebben. En ik hoor je al denken, snijdt hij door 3 papierlagen heen. Ja hoor. Een goede machine en een goede stans doet dat. Hoef je geen extra papierlaagjes tussen te leggen. Hoef je niet een extra opvulling te doen. Nou, ben ik wel aan nieuwe platen toe, hè, dames. Maar toch gebruik je elke keer weer de oude dingetjes. Dan halen we het plakbandje even voorzichtig los. Dit is van die lekkere tape wat ze ook doen om ergens, als ze aan het werk zijn, dingen af te plakken. Kijk, en dan heb je nog mooi 3 laagjes weer over. Dus dit wordt onze doorkijk. Oh, dat past ook prachtig bij elkaar. Gaan we deze hierop bevestigen? Soms is dat zonde dat papier dubbelzijdig is, hè, dames. Ik vind het altijd zo lastig kiezen dan welke kant je gebruikt. Even kijken hoe de noten zitten. Muzieknoten volgens mij zo. Kijk, zit ook gelijk goed vast. Ideaal om mee te werken. Hij is net zo mooi of misschien nog wel iets vrolijker, spreekt iets meer dan deze. Dus daar hebben we de ronde mal gebruikt die er ook bij zit. En wat we dan nog nodig hebben, is het malletje van de ijsbeer. En van de berg. En die halen we gewoon uit wit papier, dames. Ja, kan prima. Even kijken.
Zo, dan stampen we eerst even deze uit. Prachtig, hè? Blijf me er elke keer weer naar verbazen, dames. Zo, even de machine erbij weer. Ik ben dan ook wel eens benieuwd naar die mensen die dat allemaal mogen bedenken en zo. God, dan heb je toch een lekkere baan, of niet? Heerlijk, gewoon de hele dag lekker creatief bezig zijn. Nou ja, doe ik ook, eigenlijk ook hoor, dus mag niet klagen. Nou, plakbandje er even af. En dan vind ik het fijner als ik alleen het onderste gedeelte gebruik. Dus ik knip hem gewoon even door. En ik weet niet waarom hier bij het ijsbeertje. Maar ik vind het leuker als dit gedeelte dan weg is. Ik weet niet of dat hij dat zou moeten uitstansen. Maar zo vind ik hem leuker. Nou, dan hebben we nog eentje nodig met de bergen. Past hij net wel, past hij net niet. Even kijken. Net niet. Pakken we even een ander stukje wit papier erbij. Plakken we hem gewoon even netjes vast. En dan doen we de bergen daar ook even netjes in. Ik doe dat altijd een beetje op gevoel. Als je dat wil uitmeten, kan dat natuurlijk ook prima. En die haal ik naast me ook even door de stand heen. Dan halen we hier ook weer de plakbandjes van weg. Mannenlief en de kinderen waren even lekker fietsen. Maar ze komen net weer binnengelopen. Dan is dit de achterkant. En dan gaan we deze met een mooi foamblokje weer opmaken. Even kijken. Foamblokjes en lijm op mijn bureau. Och, ongelooflijk. De ijsberen even voorzien van een foamblokje. Ja, ik vind het ook heerlijk om hele dagen met de hobby bezig te zijn. Van de week wordt het spannend, want we zijn bezig met de tekening voor de vergroting van de winkel / hobbyruimte. En dat gaan we na de zomervakantie ergens in september, ik denk eind september, zo'n beetje mee beginnen. En dinsdag komt de styliste meedenken wat handig is en praktisch is voor de winkel. Dus dat vind ik wel erg gaaf. Waar had ik de kaart? Oh, hier. Ik zal eerst even mijn malletjes en zo naast me neerleggen. Voordat ik dat ook allemaal weer straks kwijt ben natuurlijk. De tape plak ik of altijd even op de machine of op de standaard. Kijk, deze komt hier weer bovenop. En de vraag is, gaan we er hier nog een laagje papier achter doen of laten we hem zo? Maar ik denk als we er iets blauws achter maken, dat het... Nee, ik vind hem zo mooi. Dus wat we gaan doen is een beetje lijm erop. En dan klap ik de kaart gewoon dicht.
Dan leg ik hem erop. En dan past hij er precies tussen. En dan kan die ook netjes open. Super. En dan moeten we alleen nog even een tekstje kiezen. Maar dat is niet zo moeilijk, lijkt me. Ja, kiezen is nooit mijn sterkste punt, moet ik eerlijk zeggen, dames. Ik vind deze wel mooi. Ik vind Merry Christmas, die hoort eigenlijk meer bij die kerststerrenstand. Dus ik ga voor de Warm Wishes. Doe ik ook gewoon even met mijn snijtrimmer, dames. Zo fijn werkt dat. Mocht je niet zo'n ding hebben, zet hem op je verlanglijstje. Je kan op een gegeven moment niet meer zonder. Echt niet. Kijk, dan maken we deze weer hier bovenop. Even wat foamblokjes eronder. Even kijken hoe dat uitkomt natuurlijk. Ja, heel leuk. En dan zorg ik dat ik hem net op de voorkant vastplakt. Dus dat die foamblokjes op het voorste gedeelte alleen komen. Dan moet hij wel recht zitten natuurlijk. Ja, oh kijk, dit is lelijk. Gaan we even een stukje papier overheen doen. Even kijken hoe groot dat is. 1,2. Is iets te ruim. Doen we gewoon op 1. Volgens mij hoor ik buiten de kinderen in het zwembad springen. Ja, ik haal hem nog heel even los. Sorry daarvoor, dames. Even deze eraf. Dan lijmen we de eerste even aan de achterkant een strookje wit op. Ik vind het mooier als je een achterkant dat namelijk niet terug kan zien. En dan is die ook gelijk wat steviger. Doen we het gewoon op die manier. Nou, moeten we weer even foamblokjes erachter doen. En dan kunnen we hem terugplaatsen. Iets hoger. Kijk of dat ik hem niet. Ja, kijk, dat is iets, ziet er iets beter uit omdat je daar weer een tekstje hebt staan. Dit is de kaart van vanavond. Dit is de kaart die ik gisteren voor jullie heb voorbereid. En dit is het kaartje waar verlichting achter kan. Gewoon vaccinelichtje, dames. Je kan hem ook nog plat versturen dan. Maar ook natuurlijk leuk om een cadeau te doen. Vaccinelichtje erbij. Leuke verpakking eromheen maken. Of mooi in een leuk cadeaudoosje doen. En dit is het
voorbeeldje wat Jacqueline heeft gemaakt. Dus eigenlijk genoeg voorbeelden. En deze heb ik zojuist met jullie gemaakt. Natuurlijk ben ik benieuwd of dat jullie ook misschien nog een beetje van die stansen thuis hebben. Waarmee je zo'n leuke doorkijk kan maken. Mocht je ze niet hebben en je vindt het leuk, ze staan in de webwinkel. Ik zou zeggen allemaal dankjewel voor het kijken. Mocht je je op willen geven voor de workshop voor donderdagavond of voor zaterdag, doe dat even online op www.dehobbytante.nl. Staat netjes in de rechterkolom aangegeven workshops. Als je daarop klikt, zie je of dat er nog plaats is. En dan kan je ook gelijk de betaling verrichten. Wellicht zie ik jullie dan of donderdag of zaterdagmorgen. En zo niet, lijkt het me heel gezellig jullie weer zondagavond te zien. Ik zou zeggen dankjewel voor het kijken. Bedankt voor alle leuke reacties aan de zijkant. Ik kan niet alles meelezen, maar volgens mij heb ik er wel wat van meegekregen. Geniet deze week van het lekkere weer volgens mij. En ik ben er woensdag natuurlijk. Het is vandaag zondag. Oh ja, dan tot woensdag weer. Ik ben gewoon helemaal in de war met de dagen. Gek is dat, hè? Bijna een vakantie toe. dames, dankjewel voor het kijken en een hele fijne avond allemaal. Groetjes!